dan mag je ineens niet naar Rusland toe. Nou, ik ging toch al niet mee, want de meeste collega's gaan daar naartoe omdat er zulke verschrikkelijk knappe, voordelige dames rondlopen. Daar had jij niks aan. Heb ik niks aan. Maar ik begrijp het wel. Ik begrijp wel dat ze... Nee, van die mannen hoef je het daar niet te hebben. Want... Nee, die zien er niet uit, hè? Nee. Die zijn dronken en die stinken. Daarom, die willen we niet. Goedenavond, welkom in de Hofbar. Mijn stamkroeg recht tegenover de Tweede Kamer. Dit is dé plek waar bezorgde burgers komen met vragen aan Politiek Den Haag. En het is ook dé plek voor Politiek Den Haag om die vragen te beantwoorden. De tap is open, dit is de Hofbar. Hadden we vorige week exclusief de laatste leugen van Alexander Pechtold. Zaterdag stapte hij op, maar vrijdag zei hij nog dit tegen mij. Meneer Pechtold, goeiedag. Goedendag. We nemen geen afscheid, hè, toch? Oeh, dat moet u nou niet zo, moet u niet zo lang over nadenken. Oh, ik? Nee, toch? Nee. Nee, dat beloofd? Ja. Ja, natuurlijk. Zaterdag zou het zomaar ineens zomaar een moment kunnen zijn. En... Nee. Wordt wel een spannende dag. En u bent ook niks van plan, hè? Nee. U blijft gewoon. Ja. Elke storm overleeft u dus deze ook wel. Dat bedoel ik maar. Mooi. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja, bij grote jongens horen grote gebaren, want dit was dan wel zijn laatste leugen. Maar tijdens een afscheid bood hij toch ongevraagd zomaar ineens zijn excuses aan. Meneer Pechtold. Excuses. Excuses? Ja. Ja, dat was wel... Je merkt het aan de korte antwoorden, hè? Kon niet anders, denk ik dan ook wel. Dus ik vergeef het u ook wel, vlak voor zo'n congres. Wakker van gelegen. Ja, dat geloof ik dan ook wel weer. Ik dacht, oh jee, ik denk dat dit is... Nee, dit is, voelt niet goed. Dan dat ik uw laatste leugen had, is al lekker. Dat is wel weer een eer voor mij. En misschien wel de eerste, want anderen zijn nog niet te traceren. Oh, nee? Nee. Wat gaat u meest missen? Nou, jullie. Geef u nou, dank u wel. Dankjewel, en sterkte met alles. Ja, dank. Rob Jetten, de nieuwe man bij D66. Ja, en daar horen felicitaties bij. Dag meneer Jetten. Kun je een hand geven? Gefeliciteerd. Dank u wel. En meteen even voorstellen, want ik ken u eigenlijk helemaal niet. We hebben elkaar wel vaker gesproken. Sorry. Dat is een beetje jammer van je. Maar heeft u dezelfde kleur en de uitgesprokenheid als Alexander Pechtold? Of bent u toch een beetje wat, ja, saaier eigenlijk misschien? Dat laat ik helemaal aan jullie om dat de komende tijd... Alvast een voorbode wil ik alvast. Dat laat ik helemaal aan jullie om de komende tijd te beoordelen. Even een van de stamgasten. Is dit nou de nieuwe leider van D66? Is dit nou degene die het vertrouwen gaat herstellen van de club? Nee, ik was echt enthousiast, want er moeten inderdaad meer jongere mensen in de Tweede Kamer. Dat is goed voor ons 50-plussers. We zitten altijd vastgeroest in vroeger. Maar toen ik die man dinsdagavond bij Pauw aan tafel zag zitten... toen dacht ik, ja, die is met een tijdmachine uit de jaren 50 deze kant uitgekomen. Ja, een kind oude van ziel misschien. SGP, VVD, of daar hij uit voortgekomen oude man is. In een jong lichaam. Ja, hij zegt ook heel weinig. Saskia? Ja, hij heeft iets piepjongerigs over zeggen. En ook dat hij gelijk tegen jou zegt, ja, dat laat ik aan jou over. Zo'n geëikt antwoord. Dat heb je gehoord van je werkgever. Ja, maar je kunt toch ook wel echt iets echt zeggen. Jet, ben jij enthousiast? Ja, ik ben heel blij dat er eindelijk iemand van mijn generatie aan de macht komt nu. Fantastisch, Jet. Ook een leugen. Wie eigenlijk vooral wel blij zou zijn, Frits, ik kijk ook eventjes naar jou, goed dat je er ook bent. Is Geert Wilders eigenlijk dat Pechtold weg is? Zou je denken, want Geert Wilders en Alexander Pechtold, ja, die vlogen elkaar in de haar. Dus er is denk ik niemand in Den Haag die elkaar zo hebben uitgescholden als deze twee. Is Wilders blij dat Pechtold weg is? Nee, kijk, als je wilt duelleren heb je wel twee mensen nodig. En zij gingen altijd het duel aan. En Pechtold kon daardoor zijn verhaal vertellen. En Wilders kon daardoor ook veel sterker zijn verhaal vertellen. Ze maakten elkaar een beetje slachtoffer en ze maakten elkaar target. Ja, en Wilders moet nu op zoek naar een nieuw target. En dat is volgens mij voorlopig nog niet Rob Jetten. Nee. Ja, misschien gaat hij naar Lodewijk Asje kijken, naar Jesse Klaver, naar anderen. Ik vraag het aan jou, maar ik heb natuurlijk ook eventjes aan Wilders zelf gevraagd. Is hij, ja, bedroefd om het afscheid van Alexander Pechtold? Meneer Wilders, goeiedag. Gaat u niet stiekem toch ook een beetje Alexander Pechtold missen? Het zou zomaar kunnen. En wat gaat u dan missen? Nou, in ieder geval niet zijn standpunten. Maar ja, het was wel een opponent in het debat. Wat je ook van de man vindt. Nogmaals, mijn grootste vriend was het niet. En zeker niet in de politieke opzicht. Gaat u hem daarom misschien niet juist een beetje extra missen? Omdat u hem ook wel een soort van nodig had? Nou, nodig heb ik hem niet. Ik heb toch meer het idee dat hij mij vooral nodig had. Van de interrupties onderling
denk dat er 99 van de 100 door hem zijn begonnen en niet door mij. Jullie werden er allebei sterker van eigenlijk in de peilingen en in de, onder het volk. Ik heb ook niet het idee dat ik door hem sterker ben geworden. Maar u heeft wel gelijk, het was vaak wel een spannend debat. Het ging wel over twee mensen die wat vonden. En de een, de mening stond haaks diametraal op die van de ander. Dus in die zin hoop ik maar dat zijn opvolger, de heer Jetten, dat ja, ook een beetje in zich heeft. Dat, denkt u? Ik heb geen idee, ik ken hem niet. Ik ken hem van zien, maar ik heb hem nog nooit verder in het debat meegemaakt. Dus we zullen het zien. En als u dan in debat bent met Jetten, met weemoed terugdenken aan Pechtold. Wie had dat nou ooit moeten kunnen denken? Het zal toch niet zo zijn, hè? Dat ik dat dadelijk nog een keer moet gaan toegeven. Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Het afscheid van Pechtold, dat kent natuurlijk ook verliezers. Neem nou vice-fractievoorzitter Kees Verhoeven. Die moest zijn meerdere erkennen in Rob Jetten. Ja, en dat is best even slikken. Sta jij hem te troosten, Ron, even? Ja, ik ben even de nazorg aan het doen. Nou, kom eens, joh. Kom eens, kom nou eens even bij me. Wat gaan we nou? Maar dit is nergens voor nodig, hè? Ach, man, het is toch wel... Wat een dag is dit. Wat een mooie dag, hè? Zo verschrikkelijk, Ron, voor hem. Laat me nou even dat jasje dicht doen. Dan doen we even een serieus interview een keer. Eeuwige kroonprins, Ron. Ik heb even duiding terwijl hij erbij staat. Ja, ik had ook gedacht, hij wordt de tussenpaus. Zeg ik ook tegen hem. Ik ook. Maar... En dus ook geen tussenpaus. Maar goed, je had dat, wat je dan had kunnen bereiken was dat. En dat is dan ook nog wel niet gelukt. Ik was geen kandidaat. Ik ben co-ouder van 3 kinderen. Die de helft van de tijd bij mij zijn. Dat wil je niet combineren met zo'n loodzware taak als fractievoorzitter. Dus ik was geen kandidaat. En ik ben heel blij met Rob Jetten, want dat is een fantastische... Ik hoop hem nu wel iets vaker in de hofbar en voor jouw camera te mogen begroeten. Wie? Rob Jetten. Oh, dat is toch die sprankelende jongen? Die, absoluut. Met heel veel uitgesproken type is dat toch? Ja. Onze nieuwe fractievoorzitter. Hoeveel kleur geeft hij denk ik ook wel aan de naam? Ja, absoluut. Ja. Is het zo, Ron, eigenlijk? Ik hoor van jou eigenlijk dat je daaraan twijfelt. Nou ja, weet je wel, ja. Jij? Ik moet het echt zien, maar ik heb dezelfde twijfels, hoor. Hij is onervaren. Dus het is een risico. Beetje kleurloos. Ja, dat weet ik niet. Nou, ja, Pechtold is natuurlijk de smaakmaker hier. En dan komt er ineens zo'n, ja, toch een beetje broekie. Maar draai de film even 12,5 jaar terug, hè? Hoe werd er geredeneerd toen Pechtold hier net binnenkwam? Toen was er zoiets van, nou... En toen jij net begon bij Pound was ook geen succes. Stond er gelijk. Hij vond jou heel kleurloos. Nou, dat in ieder geval niet. Rutger, kas. Nee, ik kan van mij veel zeggen, maar dat niet. Dat is waar. Goed, Barbara Visser dan. Want we maken er maar gewoon lekker een wekelijkse rubriek van. Week na week moet Barbara Visser, de staatssecretaris van Defensie... de Kamer komen uitleggen wat voor blunder er nu weer is begaan. En waar ging het dan deze week over? Giftige dampen op een militaire schietbaan. Goed, Barbara Visser, daar gaan we weer. Nou, daar staan we nou zo'n beetje wekelijks tegenover elkaar. En dan gaat het weer over een miskleun. Ja, helaas. Nou ja, er moeten heel veel dingen nog gebeuren binnen Defensie. Maar als je 25 jaar lang het minder hebt gedaan... ja, dat betekent dus ook dat het inderdaad minder is. Dus dat betekent dat je het opnieuw moet opbouwen. Daar zijn we mee bezig. Maar minder, oké. Maar dat je dan willens en wetens mensen in de gezondheidsrisico's laat lopen... dat is nog veel erger. Nee, wat we hebben gedaan als het bijvoorbeeld gaat om die schietbanen... is onderzoek gedaan, metingen gedaan van Instaporder. Daar is uitgekomen dat een aantal dingen moet worden gedaan. Dat is ook opgepakt. Ik wist wel dat er dingen fout gingen, maar dat het dan zo erg is... en dat het dan week na week en dat het maar blijft gaan... dat verwacht je toch eigenlijk niet van zo'n land als dit? Nou ja, dat er heel veel dingen moeten worden gedaan, dat weten we. En dat er iedere... Nou ja, misschien dat we elkaar volgende week niet zien, of die week daarna. Denkt u? Ik weet het niet, maar ik... Dat is ook al niet echt vol zelfvertrouwen. Nou ja, dat we elkaar zien, dat bedoel ik. Ja, maar dat u hier weer staat om iets uit te leggen, dat er weer iets misgegaan is. Ja, ik hoop het niet natuurlijk, maar ik probeer ook aan te geven dat het niet zo is dat alles op orde is. Daar moeten we reëel in zijn, want we moeten gewoon heel veel opbouwen. Vindt u nog wel leuk? Ja. Ja? Nee, absoluut, want het is een organisatie die het gewoon verdient. Er werken mensen met heel veel trots, die verdienen het ook. Wat verdienen? Verdienen al die al dat het al een grote ellende is? Nee, die verdienen dat het op orde komt. Alleen, die zijn net als ik ongeduldig. En die willen ook dat het sneller gaat, wat mij betreft ook. Maar we moeten ook constateren dat we het niet allemaal in één keer kunnen oplossen... omdat we zoveel achterstanden overal hebben. En dat is keihard werken en dat doe ik graag samen met al die mannen en vrouwen. Sterkte, hè? Dankjewel. Ik zie tot volgende week. Ik wou net zeggen op die week daarna. Maar je mag ook langskomen voor iets gezelligs. Oké. Okay. Ja. Een keer. Nou ja, we investeren... Iets leuks. Ja. John, jij bent woordvoerder van Defensie bij de PvdA. Ja. Als jij dit nou zo hoort, begrijp je dat dat keer op keer dan steeds maar zo fout kan gaan? Nee, dit was in een maand tijd de derde keer dat we in het vragenuur stonden. Met het derde incident. En ja, ik ben inmiddels wel overtuigd dat die rij incidenten dat die eindeloos is. Ja, want gaat het ophouden dit? Dat vraag ik me dan ook af. Ja, ik denk dat de rij incidenten bijna eindeloos is. Wat eindig is, dat
merk je als je praat met een man en vrouw van Defensie. Dat is het geduld van de mensen, het vertrouwen van de mensen, het geloof van de mensen in een organisatie. Want dit specifieke voorbeeld van deze week, dat gaat dan weer over gifgassen op militaire oefenterreinen. Ja. Wat is dat dan precies? Dat hebben ze daar ingeademd, dat hebben ze daar ontdekt, de militairen zelf. Zijn er ziek van geworden? Ja, de militairen zelf hebben het niet ontdekt. Het is ontdekt. Vervolgens is het heel lang, om die term maar te gebruiken, onder de pet gehouden. Defensie zelf noemt dat een communicatiefoutje. En dan moet je realiseren dat dat communicatiefoutje is begaan een week nadat er een stevig rapport kwam over de veiligheidssituatie bij Defensie. Dus het is keer op keer. Ik heb wel eens gezegd, van, nou, ik heb nog nooit zoveel over cultuur gesproken als sinds ik defensiewoordvoerder ben. Ja. Want daar zit daar toch iets niet goed. Ja. Frits, als jij de staatssecretaris zo week op week hoort, eigenlijk blunders uitleggen, hou je dat als staatssecretaris zo lang vol? Als je dit constant maar naar de Kamer moet blijven? Nou, tot het een keertje echt misgaat. En dat er als gevolg van dit soort dingen. Oh ja, dus als er iemand doodgaat eigenlijk pas, dan zou ze... Dan kan het zo... zo werkt het wel vaak in de politiek. Dan moet het echt heel erg fout gaan. We hebben dat destijds gezien op de schietbaan met de commando's, waar wel een dodelijk ongeluk was. En toen gebeurde er ineens iets. Terwijl heel veel mensen hadden gewaarschuwd van, let nou op, dit is gewoon niet veilig. En dan moet er iets heel ergs gebeuren. En dat is ook het hele nare eraan, voordat er actie komt. En die actie moet er eigenlijk veel eerder zijn. Q-koorts, een ziekte onder geiten en schapen die overdraaglijk is op mensen. Tussen 2007 en 2011 vond er een grootse epidemie plaats in Nederland. De overheid wist het wel, maar waarschuwde maar nauwelijks. Het verwoestte vele levens. Hier aan tafel in de bar hebben we Linda en Peter. Goed dat jullie er zijn. Jullie zijn slachtoffer van de Q-koorts. Dat betekent dus dat jullie veel pijn hebben, dat je constant ziek bent, dat je moe bent, heb ik begrepen. Was het een grote opgave om hier te komen? Kan je wel zeggen. Ja? Ja, als het even stil zou zijn, zou ik slapen. Ja, want wat gaat eraan vooraf? Doe je dan overdag slaapjes? Vanmiddag iets meer dan 2 uur geslapen en het is nu eigenlijk helemaal op. En dan moet ik daar nog naar huis. Oh, het is nu al op. Maar wij moeten nog praten nu, hè? Dus dat gaat nog wel goed. Ja. Er zit nog een hoop woede. Ja. Dus ik hou me nog even staan. We gaan het op de adrenaline doen. Linda, is dat bij jou ook zo? Ja. Dus jij laat opstaan. Zo laat mogelijk opstaan. Ontbijten, douchen. Ja. 'S middags even slapen. Goed eten en dan hier naartoe. Terwijl als ik jullie zo hier zie zitten, denk ik, nou, dat zijn toch gewoon twee. Een mooie dame, een mooie heer. Smink heeft goed zijn best gedaan. Ja? Dat denk ik. Hebben u in de riem gezeten. Peter, ik was bij jou thuis. Dat heb je gekregen van de schapenboerderij of van de geitenboerderij? Van de geitenboerderij, en die ligt dan hier in de buurt of zo? Ja, hemelsbreed ongeveer 1 kilometer die kant op. Dus niet te zien? Nee, is niet te zien. Maar 1 kilometer hier en dan ligt hij. En jij zegt de bacteriën van die geiten die doodgingen, die kwamen dan hier in de lucht en die heb je ingeademd? Ja. Zo is het gegaan? Zo gaat het. Ja, nu blijkt dus dat die bacteriën 12 kilometer door de lucht meegenomen kunnen worden. Ja. Jij bent de zoon, hè, begrepen? Ja. Hi, goeiedag, ik ben Rutger. Ik ben Nick. Ah, hoe heb jij je vader zien veranderen? Ja, helaas niet zo best. Nee? Nee. Het was altijd een sterke man en altijd even fit en ja, sorry dat ik moet zeggen, maar er is weinig meer van over. Echt waar, ja? Ja, helaas wel. Vergelijk het vaak, moe kent iedereen. Ja. Dus jij hebt een beeld bij moe, maar je moet het eigenlijk zo zien, het is een heel oneerbiedig, een zak met botten. Dus het lijkt of er van binnen verder niks meer in zit. Op dat moment? Zo leeg ben je dan. Ja, ja. Dus dat is een ander woord dan moe zijn. Ja. Ja, leg dat ook maar aan de vrouw uit. Ja, ik probeer al 10 jaar van... En gelukkig luistert ze goed. Ja. Ik ken ook heel veel Q-koortspatiënten waar het huwelijk niet zo goed van gaat. Nee, zoveel vrouwen die goed luisteren zijn er nou ook weer niet. Ik heb er eentje. U heeft er een gewonnen, dat is in ieder geval toch een felicitatie waard. Dan. Ja. Dat is gaat er ook wel iets goed in het leven. Maar wat ik snap dat namelijk wel heel goed, dat u zegt van je wil zeker je directe omgeving, zoals het gezin en de kinderen en de vrouw, wil je daar wil je er ook voor zijn. Ja. Als man. En dat kan dan dus ineens niet meer vanaf de een of andere dag. Ja. En als je weet dat het voorkomen had kunnen worden. Kijk, als ze in 2007 meteen de geitenboer hadden geruimd. Ja. En het mesten uitrijden hadden stopgezet, was ik misschien nooit ziek geworden. Peter, als jij had een bedrijf in vloeren leggen. Ja. Wat is daarvan over? Niks. Niks? Nee. Ik heb nog 1,5 jaar doorgetopt, want zelfstandige stop je niet zomaar. Want je denkt, ik word weer beter. Ja. En allerlei kwalen. Zeiden ze dat ook tegen jou, dat je beter kon worden? Dat was de eerste diagnose wel, ja. Dat was 1,5 jaar, toen werd het 1 jaar. Uiteindelijk is het nog 3 jaar en 6 jaar geworden. 10 jaar. En nu zeggen ze van... Dit is het.
misschien moet je het hier maar doen. En als jij zegt er is niets meer van over, dat betekent dat je dan ook geen geld hebt? Ik was heel goed verzekerd. Een hele goede AOV-verzekering afgesloten. Okay. Beroepsmatig gerecht. Ja. Maar in Nederland is zo geregeld dat als je een zwaar beroep hebt, dan kan je maar maximaal verzekeren tot de 60. En ik ben 61. En dus ik krijg meer dan een jaar geen uitkering meer. Oh, dus je hebt helemaal niks meer nu? Helemaal niks. Ik heb nog aangeklopt bij de gemeente, maar mijn vrouw werkt. En, dus je hebt tot je pensioen geen geld meer eigenlijk? Nee. Linda, jouw leven is ook veranderd? 100%, ja. Waar uit dat zich vooral in? Ik ben altijd heel sportief geweest. Ik fietste heel veel. Ik heb gebokst, taibo, insanity training met iemand die militairen trainen. En dat boksen, dat was voor jou... Ja, dat was mijn uitlaatklep. Daar kon ik alle stress van de hele week op bot vieren. En ja, dan kon ik maandag gewoon weer fris aan de slag. We waren deze week bij jou, bij de boksvereniging. Ja. Als ik dit zo zie, dan... Word ik heel vrolijk eigenlijk, want dan voel ik de energie die in de ruimte hangt. En eigenlijk de energie en de agressie en alles wat je de hele dag hebt meegemaakt, kun je hierin kwijt. Tegelijkertijd maakt het mij ook heel erg verdrietig, want dat is wat ik niet meer kan. En dat vind ik heel erg moeilijk, omdat je juist dat wat gezond voor je lijf en voor je hoofd is, moet laten gaan. Het heeft mij ook bewust gemaakt van alle dingen die ik wel nog kon in het leven. En nu vallen de kwartjes dat je leven eigenlijk beetje bij beetje wordt uitgekleed als een schil van de boom. En uiteindelijk blijft het stammetje, het kale stammetje over. En that's it. En dan is het nog maar de vraag, heb ik nog wel een toekomst? Want wie weet hoe mijn lichaam zich gaat ontwikkelen. En dat is best wel eng. Ja, er is dus nu een regeling, Linda, waarbij de overheid zegt... jullie krijgen maximaal 15.000 euro per persoon, per slachtoffer aan Q-koorts. Nou ja, dat is toch al wel een geste, toch? Geste? Te weinig? Daar heb je ook alles mee gezegd. Ja? Als ik zeg vanaf mijn 45ste een inkomen heb wat gehalveerd is... waar ik geen pensioen meer opbouw... Hoe ga ik dat verder tot mijn 67ste doen? Alles wordt duurder. Ik heb gewoon de dikke mazzel dat mijn hypotheek nog betaalbaar is. Anders had ik gewoon helemaal niks meer. Ja, dus je neemt er geen genoegen mee? Ik neem daar geen genoegen mee, nee. Want er is een rechtszaak geweest waarbij de rechter dan ook zegt... van ja, de staat is niet aansprakelijk. Mm-hmm. En dat heeft er eigenlijk mee te maken, want dan gaat het over... van heeft de staat jullie voldoende geïnformeerd? En de rechter zegt ja, want er stond een zinnetje op de website van het RIVM... dat het... Die waarschuwde daarvoor. Dat klopt. Ik zei net, ik ben een fervent fietser geweest. Ik fietste in de Peel en in de Kempen. In het weekend makkelijk 70, 80 kilometer. Als daar een bord had gestaan van u betreedt een besmet gebied... dat is niet goed voor uw gezondheid, was ik omgedraaid. Want elke weldenkende burger denkt van, nou, hier moet ik zeker niet zijn. Ja, ja. En als ik dan hoor dat mensen uit Canada die hier in Brabant op vakantie willen komen... bij hun familie een negatief reisadvies geven... dan denk ik, hoezo? Had ik op de website moeten kijken, kan ik fietsen? Wie gaat dat hier in de zaal doen? Ja. Wie gaat er morgen even op de website kijken van die RIVM... of het wel slim is om te gaan fietsen in je regio? Ik ook niet, daar ga je niet naartoe. Nee. Wij ook niet. Nee. En toch zegt de overheid, ja, de besmetting is eigenlijk jullie eigen verantwoordelijkheid. Ik woon in Herpen, waar de epidemie is uitgebroken. Ik ben tot half... En jij wist niet dat het door de lucht kon komen? Ik was tot halfweg 2008, wist ik niet van het bestaan van Q-koorts in mijn eigen dorp. Een dorp van 3000 inwoners. Ik ben even overgestoken naar de Tweede Kamer, bij de regeringspartij. Om verhaal te halen, Arno Rutte van de VVD. Rechters hebben gezegd... De staat is niet aansprakelijk. Dat is het juridische oordeel. Was er aansprakelijkheid geweest, dan had je ook een hele schadevergoedingsprocedure gehad. Dat is een ander verhaal. Waarom zegt uw premier dan wel sorry? Nou, ik vind dat er is natuurlijk wel wat gebeurd. Hè? Als jij sorry zegt, dan is het jouw verantwoordelijkheid. Dan zeg je niet sorry. De minister-president zegt niet voor niks sorry. En er is ook niet voor niks nu een schaderegeling. Een schaderegeling, een tegemoetkoming. En dat is ook van belang. Ik vind het echt van belang dat de overheid...
niet aan de kant is gaan staan en zegt, we zijn niet aansprakelijk, dus we doen niks. Maar heeft gezegd, we zijn weliswaar niet aansprakelijk, maar we doen wel wat. Het leed is groot, deze mensen moeten hulp blijven krijgen en verdienen ook een vorm van compensatie. Maar begrijpt u dat zij dan zeggen, als ze dit horen vanuit Den Haag, dat ze daarvan walgen omdat zij weten dat ze in 2007 gewoon niet op de hoogte gesteld zijn? Was dat wel gebeurd, hadden ze op tijd geholpen kunnen worden, hadden ze gewoon een prima leven gehad? Ik besef mij donders goed dat deze mensen ernstig ziek zijn, daar heel veel ellende van hebben ervaren en ook naar de overheid kijken als een partij die daarin betrokken was. Nou, betrokken was? Nee, dat is niet betrokken was. Dat was degene die wist wat er speelde. Die had hun burgers moeten inlichten om erger te voorkomen. Hebben ze gewoon niet gedaan. Dan komen we terug bij het juridische oordeel. Is er echt sprake van aansprakelijkheid? Daar is gezegd, dat is niet zo. Maar de overheid is zeker ook partij geweest en betrokken. En ik vind het daarom ook niet meer dan terecht dat er, ondanks de afwezigheid van die aansprakelijkheid, het is allemaal een kil juridisch oordeel, wel wordt gezegd, we gaan voor een compensatie. Hoe moet het verder met die mensen? Hier stopt het, dit was hem. Dit was het oordeel en klaar. Nee, de ondersteuning en de ondersteuning van deze mensen moet natuurlijk niet stoppen. Ten aanzien van de financiële compensatie zou dit wel het punt kunnen zijn. En case closed, niet aansprakelijk, de staat klaar. Ja, het blijft een ellendige zaak. Het is ook iets waar we met elkaar enorm van hebben moeten leren. En dat is ook al gebeurd. Maar voor deze mensen is het belangrijk dat ze begeleid blijven worden. Maar financieel is dit wel het verhaal. Ja, Linda, ik zie vooral bij jou wel wat emotie als deze meneer Rutte aan het woord is. Ja, dat zet behoorlijk wat kwaad bloed. Ik nodig hem graag een weekje bij mij thuis uit om te kijken hoe het bij mij thuis gaat. En hoe het voelt als je alles wordt afgenomen, inclusief een gestrande relatie. Want dan sta je er echt alleen voor. En, wat maakt je dan het meeste boos aan wat hij nu zegt? De juridische kwestie. Wij zijn geen juridische kwestie. Wij zijn burgers van Nederland. Wij betalen allemaal belasting. En als ik dan hoor dat de boeren wel weer op weg worden geholpen en wij worden afgescheept met maximaal 15.000 euro. Ik heb een hele grote gapende wond. Daar zit een heel klein pleistertje nu op. Dat wordt er straks afgerukt. Wat moet ik met mijn toekomst? Aan de buitenkant en aan de binnenkant. Want de wetenschap weet ook nog niet wat er met mijn binnenkant gaat gebeuren. Hoe bedoel je? Nou, wat gebeurt er in mijn lichaam? Ja, 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 ja. Ik heb een heel ziekenhuistraject gehad. Mijn huisarts zit met de handen in het haar. Die weet niet wat ze moet doen. Wat moet ik dan nog? Ik reik mijn hand en ik wil het gesprek aangaan met die meneer. Ik wil hem recht in de ogen aankijken. Ik wil horen dat het hem niks doet. Dat het hier de politiek in Nederland, de burgers in Nederland die besmet zijn met de Q-koorts, waar 74 mensen minimaal aan dood zijn gegaan, gewoon laat stikken hiermee. En nog steeds aan dood gaan, hè? Precies. Ja, want er gaan nog steeds mensen dood aan de Q-koorts. Ja. Ik ga even naar Henk van Gerven van de SP. Die zit hier ook. Wat ik dan Arno Rutte hoor zeggen. Het zit juridisch vast, want de rechter heeft gesproken. Er is een uitspraak gedaan. Dit is het. Wij zijn niet aansprakelijk. Punt. Ja, maar het zit helemaal niet vast. Het is helemaal niet afgelopen. Kijk, we hebben hier gezien menselijk drama, wat Peter en Linda uitstekend verwoorden. Maar voor hen staan nog honderden andere mensen die datzelfde is overkomen. En ik heb hier ik wou dit nog even laten zien. Kijk, dit is wat er gebeurd is. Dit is de situatie in 2009. En je ziet waar de geitenhouderijen staan, daar zijn alle besmettingen. En je ziet, heel Brabant is ongeveer besmet. En je ziet ook dat de Randstad vrij was. En waarom laat ik dit ook zien? Als dit in Amsterdam was gebeurd, dan was het heel anders afgelopen. Dat leeft ook heel breed. Dus, en er is sprake van willekeur. Want de banken die zijn toen 10 jaar geleden de crisis was, miljarden, hupsakee. In één weekend, kon zomaar. Boeren zijn binnen het jaar gecompenseerd. 60 bedrijven, 60 miljoen. Die hebben allemaal 1 miljoen per bedrijf gehad, gemiddeld. En voor de mensen, die hebben geen schadevergoeding gekregen. Dus dat is toch willekeur. Dus de boeren krijgen wel schadevergoeding, de slachtoffers krijgen niets. Die krijgen een schijntje. En wat er moet gebeuren is, de compensatie moet fors omhoog. En mensen die echt dramatisch schade hebben geleden, hè, qua inkomen, een bedrijf zijn verloren, ja, daar moeten fatsoenlijke schaderegelingen voor komen. Ja, even naar echt, bedoel, die zijn tonnen zijn ze kwijt, hè? Ja. Saskia, ik hoor jou ook een beetje grommen hier zo achter mij. Nou, ik vind het natuurlijk heel erg voor de mensen. Er moet ook wel compensatie komen. Maar ik denk ook dat we als maatschappij ook eens naar onszelf moeten kijken. Er staan 100.000 dieren op in zo'n stalletje. En dan kun je toch raden dat er ziekten komen en dat wij, in dit geval jullie, en over een volgend jaar is het iemand anders, of dat er dus neveneffecten zijn. Dus ik vind dat als je weer een kiloknaller koopt of je wil barbecuen met je vrienden voor 1,80 euro, dan moet je eens een keer aan hun denken. Ja, jij bent ook van de Partij van de Dieren, toch?
Ja, inderdaad. En toevallig heb ik ook vrienden in de geithouderij. Dus heb ik eens gebeld vandaag. Oh, jezus. Ja, nee. Dan ga ik ertussen staan. Ja. Kunnen we een scherm plaatsen hier tussen? En het is eigenlijk een beetje een aanvulling op wat jij al zei. We hebben nu Q-koorts gehad, we hebben Monte Clausus gehad, varkensbest. Het is wachten op een volgende uitbraak. Dus het is onze eigen schuld, deze ziekte. Eigenlijk wel. En laat de regering dan alvast, als we iedereen willen compenseren, maar een hele flinke pot opzij zetten. Of we moeten dat geld in gaan zetten om te kijken hoe we in Nederland beter om kunnen gaan met de intensieve veeteelt. Wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan jullie doen? Wat mij betreft gaan we zeker door met de rechtszaak, al is het tot aan Straatsburg. In hoger beroep? Ja. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel dat jullie er waren. We blijven het volgen, uiteraard. Heeft u nou ook iets op uw hart? Mail dan naar hofbar@poont.tv. En wie weet zit u dan ook binnenkort hier bij mij in de Hofbar. Nog even over de afschaffing van de dividendbelasting. Want die wordt waarschijnlijk afgeschaft. De grote vraag die velen nog wekenlang gaat bezighouden. Waar moet die 1,9 miljard dan naartoe? Die 2 miljard die je dan overhoudt, daar hoor ik dan nu ook van zeggen zorg en zo. Maar dat gaat toch wel naar de rijk, hoop ik, hè? Gaat toch niet ineens, want zorg zijn ze gewend, hoor, dat ze weinig hebben. Het moet naar banen, zodat mensen geld hebben. Precies, gewoon naar de rijken. Nee, dat de economie, ja, ik gun iedereen dat die rijk wordt. Maar ik gun vooral heel veel mensen dat ze een baan hebben om hun gezin te onderhouden. Nee, maar niet dat u ineens soft wordt, dat u zegt van die zorg heeft het nodig. En ik ga die 2 miljard in die zorg geven, want dat... Eigenlijk is het versterken van de economie heel soft. Want meestal wat we daar uiteindelijk mee doen als die economie gegroeid is... om meer geld uit te halen voor zorg, onderwijs en politie. Het is alleen dan korte termijn. Nee, dan maar niet ultra soft. Dus onderwijs en zorg en nee, gewoon wel gewoon... Of waarom doen we het niet in snelwegen eigenlijk? Weet je hoe verrot het is om in de file te staan? Ja, maar... In de snelwegen, ben toch de partij van de snelwegen? Ook, dat kan ook, maar dat is weer uitgave. Dat dan? Nee, ik denk dat het belangrijk is dat we zorgen dat er straks de economie ook nog steeds goed draait. Zodat we dan ook nog geld hebben voor zorg en onderwijs. Want die heb je weer nodig voor een goede economie. Dus het hangt allemaal samen. En zo is de cirkel weer rond. Zeker. Mooi. Mooi, hè? Kunnen we heel kort...